U kijkt naar een uitzending van Disha Media. Vandaag een historische verhuizing van een gurdwara, van de Herman Korsenstraat naar de Laak. Er wonen ongeveer 1200 Sikhs in Den Haag. Ze hebben 3 gurdwara's. De 2 andere zijn op de Schalkburgerstraat en de Delftse Laan. Het Sikhisme is ontstaan ongeveer 600 jaar geleden in Noord-India door de eerste leermeester Guru Nanak Dev. Hallo, ik ben Tjert en ik ben een van de leden van de Scouting Drumband Den Haag. Wij begeleiden de tempel naar hun nieuwe tempel. En aangezien er in de koets een heilig voorwerp ligt, dragen wij ook op dit moment het hoofddeksel. Eigenlijk uit respect voor de tempel en de mensen die bij de tempel horen. Het heilige voorwerp wat er in de koets komt volgens Tjert is het heilige boek Sri Dhanya Dhanya Guru Granth Sahib. De meeste Sikhs wonen in de Indiase deelstaat Punjab en dat zijn er ongeveer 21 miljoen van de totale aantal 26 miljoen volgelingen. Het Sikhisme is een monotheïstische godsdienst dat geïnspireerd is op het Hindoeïsme en de islam, maar een eigen religieuze identiteit heeft. Deze religie doet een beroep op zijn volgelingen om een leven van discipline, hard werken, liefdadigheid en meditatie te leiden. Zij accepteert het bestaan van alle geloven en tolereert geen bevooroordelingen of onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en of sekte. Vandaag is een historische dag, ook een hele mooie feestelijke dag. Want vandaag is de ingebruikname van de tempel van de Sikh-gemeenschap hier in Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op. Ik heb de gemeenschap een paar jaar geleden leren kennen. En toen waren ze in een gymzaal in Laak. En toen hadden ze een droom, vertelden ze mij. En dat was een eigen gurdwara.
Ik was tegelijkertijd ook bezig met een droom voor de hindoe-gemeenschap. En dat was een aantal tempels te bouwen hier. We hebben tot nog toe altijd wel onze tempels gehad hier. Maar vaak ook in verbouwde zeg maar appartementen of garages. En nu eindelijk is het zover. De eerste tempel is gerealiseerd. De eerste gurdwara is gerealiseerd. Waarbij we ja, vandaag dat feestelijk vieren. Mensen komen uit heel de wereld vandaag hier naartoe. Maar bij mij, ik ben echt een klein beetje ook ontroerd, want het is een droom. Maar het was ook wel een hele zware morele verplichting als je die aangaat met elkaar. Het bestuur, ik, de gemeente. Je zegt we gaan ervoor. En uiteindelijk heeft die gemeenschap het met eigen handen, met hart en ziel en met heel veel durf en beleving kunnen bouwen. En dit is wat mij betreft echt een historische mijlpaal in Den Haag. De SIK-gemeenschap is een hele grote groeiende gemeenschap hier in Den Haag. En ze maken deel uit van die grotere Hindoestaanse gemeenschap. Maar vooral maken ze nu blijvend deel uit van die grote Haagse Nederlandse gemeenschap. Voor altijd zijn we nu hier verankerd in Den Haag. Vorig jaar is de eerste paal hier geslagen. Daarvoor natuurlijk een hele mooie andere plechtigheden. En gaandeweg, steen voor steen, de hoogste paal, de hoogste punt. We hebben iedere keer weer stilgestaan bij al die feiten. Dat hebben we heel bewust gedaan om iedere keer de gemeenschap te laten zien. Van kijk, we maken stapjes. En nu zie je dat de gurdwara van binnen al helemaal bijna af is. Van buiten moeten we toch nog wat afmaken. Hukmi hoven akar hukum na kahya jai hukmi hoven ji hukum mile vadai hukmi uttam neech hukum. Maar ik heb ook nieuws, want volgende week begint de tempel hiernaast van Asan ook met het bouwen. Dus ik hoop dat ook zal doorgaan. Ik heb net van de bouwer begrepen dat dat ook een feit is, dus ik ga ervan uit en ik ben heel blij met dat nieuws. Sach tere khaji meya, sach tera paasara, tera roop agham hai. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toko Hindustani Afhaal en Catering Service en Amor FM Radio.